En dat deden ze allemaal dus op hun eigen manier. Een extra laagje op je glas, op je enkel glas, zodat het bijna dubbel glas wordt. Je verwarming in de eco-stand. En we kweken zelf plantjes voor in de tuin. Korter douche met een douchewekker erbij. Verwarming naar beneden. De cv-ketel op de eco-stand. Tal van dingen. Dus jullie hebben kou geleden afgelopen winter? Knus gezellig met een kaarsje, is toch warm. Lekkere warme trui, kom je heel ver mee. Dus hartelijk gefeliciteerd en gewoon verder op naar de volgende ronde. Het energieverbruik in de wijk wordt straks nog lager als alle huizen zonnepanelen krijgen. Dat gebeurt niet alleen in de Germenzeel. De eigenaar, de baas, de grote baas van Areia, die heeft ons verteld... De woningbouwvereniging hier? De woningbouwvereniging, inderdaad. Die heeft ons verteld dat mede dankzij ons initiatief en de ideeën die wij hebben... dat alle woningen in Uden en Veghel de zonnepanelen voor niks gaat krijgen. Dus we hopen dat het ook echt zo doorgaat. Yeah.